Goedemorgen, dit is vandaag de 12e les, de laatste les, in plaats van een excursie, want vanwege de corona zijn alle musea gesloten. Hopelijk vanaf 1 juni kunnen we weer naar het museum. Misschien beperkt, klein groep mensen, maar als het maar weer open is. Want in het Kunstmuseum in Den Haag is een expositie, een hele bijzondere expositie, van twee kunstenaars. Ik heb hier de catalogus, ik zal hem eventjes omhoog houden. De catalogus Breitner, Vrienden en Rivalen en Israëls. Dat is heel bijzonder. Er zijn natuurlijk vaak exposities geweest van Breitner en Isaac Israëls, zeker. Maar nog nooit een tentoonstelling over die twee gecombineerd. Rivalen, inderdaad, ze hebben zich aan elkaar opgetrokken, zeker weten. Twee verschillende achtergronden. Maar hoe boeiend is het dat zij in de 80er jaren samen naar Amsterdam gingen, nog ook een tijd een atelier hebben gedeeld. En daar kunstenaars werden van de zogenaamde Amsterdamse school, de Amsterdamse impressionisten. Benno Tempel heeft een mooie inleiding geschreven. Hij vertelt daarin ook dat zij beide kunstenaars, Isaac Israëls en Breitner, steunen, staan op de schouders van de kunstenaars van de Haagse school. Absoluut. En die Haagse school, wie is de belangrijkste kunstenaar van die Haagse school? Dat is deze meneer. Je ziet hem hier op de Koninginnengracht, een heer van stand, zoals je ziet. Het is een man met een hoge hoed op. En dit is Jozef Israëls. Jozef Israëls, de vader van Isaac Israëls. En die werd toen gezien als een van de allerbelangrijkste kunstenaars in Nederland. Wereldfaam had hij. Hij werd wel genoemd de Rembrandt van de 19e eeuw. En dan moet je natuurlijk beseffen dat Rembrandt in de 19e eeuw, ja, het was natuurlijk geniaal, de geniale arme kunstenaar. Achteraf kwam daar natuurlijk veel nuance in, maar in ieder geval Rembrandt was de grootste kunstenaar ter wereld ongeveer. Jozef Israëls, hier zie je een mooie foto van zijn vader, die op 41-jarige leeftijd dan vader wordt van Isaac Israëls, en zijn vrouw Aleida. Aleida Israëls, die ook absoluut een grote invloed had in het gezin. Zij zorgde ook zeker voor de zakelijke contacten. Maar in ieder geval bijzonder. En hier zie je nog een keertje Jozef Israëls. Geschilderd door zijn zoon Isaac Israëls. Er is een klein detail, misschien zie je het, die ondertekening, die handtekening. Isaac Israëls, wat valt op? Israëls heeft hij geschreven zonder trema. Ik dacht eerst dat het een foutje was. Nee, is geen foutje, dat is bewust. Want Isaac Israëls, die wou toch enigszins afstand nemen, zeker in die Amsterdamse periode, van zijn vader. Want het valt, het valt niet mee om de zoon te zijn van zo'n groot kunstenaar. Onder hele hoge bomen wil niks groeien, wordt wel eens gezegd. Hij moest op een moment een beetje uitbreken. Nou ja, en ik zou haar zeggen dat trema weghalen is een beetje een symbool van, ik kan ook wat en ik doe het anders. Helemaal overtuigd ben ik nou ook weer niet dat hij afstand wil nemen van zijn vader, want dan had hij een hele andere naam aangenomen, want hij heeft er zeker natuurlijk veel profijt van gehad dat hij de zoon van zijn vader was, Jozef Israëls. Een mooi portret van hem. Ja, en hier heb ik een portret, dus van de zoon Isaac Israëls. En hier een mooi portret heeft Isaac Israëls gemaakt van zijn oma. Een Joodse familie, Jozef Israëls is in Groningen geboren. Hij gaat dan naar de Academie Minerva. En later
Later gaat hij naar Amsterdam en naar Parijs, waar hij onder andere les krijgt van Arie Scheffer. Pure romantiek. Als je die vroege werken ziet van Jozef Israëls, dan sta je ervan te kijken. Romantisch, beetje sentimenteel, Arie Scheffer-achtig. Maar langzamerhand zal Jozef Israël zich meer gaan richten op ja, de beroemde vissersmeisjes op een duin. Sokken breiend, de gewone mensen. Hè? En wordt hij dus de belangrijkste kunstenaar van de zogenaamde Haagse school. Hè? Lid van Pulgri uiteraard. En dit is zijn moeder, geschilderd door Isaac Israëls. De moeder van Jozef Israëls, dus de oma. Een prachtig portret ook weer in die hele losse penseelstreken. Ik ga natuurlijk even je laten kennismaken met de familie, om even in de sfeer te komen. Maar ook om Isaac Israëls te vergelijken natuurlijk met Breitner, met George Breitner. Een hele andere achtergrond. En Breitner die voelde natuurlijk ontzettend goed aan dat Isaac Israëls een voorsprong had. Ja, natuurlijk. Kijk eens even, dat kleine, schattige jongetje. Hè, het is een portret dat zijn vader maakt van zijn zoon Isaac. Hij is hier 5 jaar oud. 5 jaar. Je kan je natuurlijk voorstellen dat hij de 19e eeuwse Rembrandt werd genoemd. Ik denk bijvoorbeeld aan Rembrandt die zijn zoon Titus schildert. Kijk even naar die prachtige licht-donker effecten. Het is een portret dat hij maakte in het jaar 1870. Dus ik zei al, hij is in 65, Isaac Israëls is in 1865 in Amsterdam geboren. Later gaat het gezin op de Koninginnegracht wonen, in Den Haag. Kijk eens wat een prachtig portret. En hier, dit is helemaal mooi, is een onbekende fotograaf die hier een portret maakt van de 13-jarige Isaac Israëls. Isaac Israëls komt uit de collectie van het RKD in Den Haag. 13 jaar. Op dit moment heeft zijn vader Jozef Israëls hem van school afgenomen. Je hoeft niet, zeker zijn moeder Aleida Schaap, hè, zal daar ook een stem in hebben gehad. Ach, op school leer je toch niks. Hè? En jij bent een geboren kunstenaar. Dus hij gaat in de leer bij zijn vader als hij 13 jaar is. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik vraag me af of dat tegenwoordig nog mag. Hè? Dus hij wordt gewoon opgevoed als kunstenaar. Hier heb ik nog een leuke familiefoto, nogmaals even om in de sfeer te raken van de familie. Nog een mooie foto, dit keer gemaakt door Maurits Verveer. Misschien weet je nog van vorig jaar toen ik het had over de gebroeders Verveer. 3 Haagse kunstenaars, echte Haagse kunstenaars. Salomon Verveer, de kunstenaar van de romantiek. Elganon, de jongste, met die prachtige karikaturen van al die Haagse scholers. Hè, denk ik de Marissen bijvoorbeeld. Maurits Verveer, die een belangrijke fotostudio in Den Haag zal opzetten. Nou, daar is deze foto gemaakt. En de kleine Isaac Israëls, met zijn moeder natuurlijk, Isaac Israëls is hier 9 jaar oud. En naast hem, naast haar staat de dochter, Mathilde. Mathilde Israëls, een zoon en een dochter krijgen ze. En hier nog een mooie foto om even in de sfeer te komen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk altijd. Dit is de Koninginnengracht. Allereerst ging de familie wonen. Koninginnengracht bestaat niet meer. Koninginnengracht nummer 4. Later Koninginnengracht 6. En op het moment dat Jozef Israëls en zijn vrouw besloten om Isaac van school te halen, zou Isaac beneden in de biljartkamer een atelier krijgen. En boven heeft Jozef Israëls zijn atelier. Zoals je misschien nog weet, Jozef Israëls heeft een atelier waarin hij een mooi hoekje heeft gemaakt met een hoekje alsof het een Scheveningsarm huisje is. En daar heeft hij die Scheveningse vrouwen laten poseren. Want hij ging niet zelf naar de
Scheveningse vrouwen toe. Dat vond hij toch een beetje te smerig waarschijnlijk. He, wat dat betreft is het natuurlijk een groot verschil met Vincent van Gogh, die werkelijk met de arme mensen leefde. He. Andere fase. Maar ik kom nog op Van Gogh terug overigens. Maar goed, dit is de Koninginnengracht en daar komt een schattig klein jongetje aangelopen. Dat is niet Isaac, dat is Gerard Cohen ter Vaart. Dat is de zoon van Mathilde Anna, dus de zoon van de dochter. Dus de kleinzoontje van Jozef Israëls. Kijk eens nog even, mooi detail. Koninginnengracht. En hier vader en zoon, Jozef Israëls, Isaac Israëls. De fotograaf is niet bekend. Het is een foto uit 1895 uit het moment, ik moet nog heel even kijken, want dit is fout. Dit is 1883. Ik keek verkeerd in mijn aantekeningen. Ze zitten hier aan boord van de Lady Bird. 1883. Dat is natuurlijk ook een feit. Jozef Israëls kon zich natuurlijk prachtige reizen permitteren. Samen zijn ze in Venetië geweest, uiteraard Parijs, vele reizen gemaakt. Daar op de Koninginnengracht kwamen schrijvers, kunstenaars. Kortom, een prachtig, prachtig milieu om je te ontwikkelen als jonge kunstenaar. Hij wordt gezien, Isaac Israëls, als een wonderkind, absoluut. Dus er wordt hier een reis gemaakt, 1883, en de jonge Isaac die heeft dan al absoluut succes. En hier nog een foto, de vader Jozef Israëls, hier poserend voor een mooie villa op Scheveningen. Op Scheveningen, hij had namelijk een villa naast het Oranje Hotel. Dat hoorde ook tot het Oranje Hotel. Bestaat ook allemaal niet meer. Daar werkte hij, daar is hij ook overleden. Op 87-jarige leeftijd in 1911. Later zal zijn zoon ook weer gaan wonen, na een aantal omzwervingen, op de Koninginnengracht gaan wonen. En aan de andere kant op de foto zie je Isaac Israëls schilderend op de boulevard. Nou, een aantal foto's, ik ga er nu ietsje sneller doorheen. Isaac Israëls, we hebben even kennis met hem gemaakt. Een geweldig gezin om op te groeien als kunstenaar, zeker. Vanaf zijn 13e van school, opgeleid door zijn vader. Een wonderkind, zo werd hij beschouwd. Op 17-jarige leeftijd, 18-jarige leeftijd, exposeert hij al op de beroemde Parijse Salon. Maar nu die andere kunstenaar, zijn rivaal en zeker ook zijn vriend. En dat is George Breitner. Hier zien we een mooie foto van Breitner, gemaakt door Willem Witsen. Willem Witsen, kunstenaar, fotograaf, schrijver. Het is een foto uit 1890. Breitner is 7 jaar ouder dan Isaac Israëls. 7 jaar ouder. Geboren in Rotterdam, geboren in Rotterdam in het jaar 1857. Gestorven in Amsterdam in 1923. Hier zie je een foto van hem, van Breitner, terwijl hij aan het exposeren is in Arti et Amicitiae. Dat is natuurlijk de bekende kunstenaarsvereniging. De vereniging in foto ongeveer 1901, 1902 gemaakt. De kunstenaarsvereniging in Amsterdam. Ik zal er zo ook nog iets meer over vertellen. En hier, kijk eens even, deze heren, opvallend zijn natuurlijk de dames, die missen we hier. Ik zal dadelijk één portret laten zien van een kunstenares. Nee, dat is een feit, gelukkig is er ook wat dat betreft een hoop veranderd. We zien hier ook een mooie foto van de commissie van beheer over de kunstzalen van Arti et Amicitiae, van links naar rechts Geo Pochenbeek, Nicolaas Bastert, Marinus Heil, Hein Kever en helemaal rechts, hij kijkt naar zijn eigen werk, George Breitner. Een mooie foto, ook weer even bijzonder sfeervol. De tachtigers, de kunstenaars van de tachtigers. De nauwe band ook met schrijvers zijn opvallend. Wij, de kunstenaars die leefden als bohemiens. De sfeer van de l'art pour l'art. Ik, de onbegrepen kunstenaar, zo'n sfeertje.
koesterde Breitner wel. Het was een zeer moeilijk type. Je ziet nog een mooie foto. Hij wordt op de academie. Hij gaat namelijk vanuit Rotterdam. Hij heeft daar wat kunstlessen gevolgd. Het zijn allemaal nog foto's van Breitner. Hij gaat naar de Haagse Academie nadat hij in Rotterdam wat kunstlessen heeft gevolgd. Zijn vader is graanhandelaar en die is niet blij. Maar die docent die hem tekenlessen geeft, die zegt: hij moet naar de academie, hij heeft absoluut talent. Nou, de Haagse Academie had absoluut een goede naam, de Haagse Academie. Dus dat doet hij. En twee jaar later, hier zien we weer een foto van Israëls. 2 jaar later komt Isaac Israëls, 7 jaar jonger, naar de academie. Ja, en dat geeft problemen. Dat geeft problemen, want hij denkt, hij ziet, dat jonge broekje doet het veel beter dan ik. Hè? Dus dat zit hem absoluut niet lekker. Ik heb hier weer even een foto van, ik vergelijk ze, ik laat ze door elkaar zien. Dit is weer Isaac Israëls, hier samen met Ed Carson, ook een belangrijk kunstenaar uit die tijd, foto rond 1890 genomen in het atelier van Jacobus van Looy. Jacobus van Looy, 1855 in Haarlem geboren, 1930 overleden. Dat is natuurlijk dat beroemde dubbeltalent. He, als 5-jarig jongetje wordt hij wees en hij groeit op in een weeshuis in Haarlem, wat nu natuurlijk het Frans Hals Museum is. En hier nog een mooie foto van Isaac Israëls, gemaakt door alweer Willem Witsen in 1892 in zijn atelier aan het Oosterpark in Amsterdam. Het Oosterpark in Amsterdam, waar hij eerst een atelier had met Breitner. Nou, dat gaat niet altijd even goed, die twee. Er ontstaat ook ruzie. Dan zal Willem Witsen het atelier overnemen. Ja, en Willem Witsen, iemand die veel vrienden heeft onder schrijvers, schilders. Het is een komen en gaan van gezelligheid. Ja, ook niet echt om heel, heel rustig te gaan schilderen. Ja, het heeft wel eens wat problemen gegeven. Willem Kloos heeft er ook nog gezeten in datzelfde atelier. Er werd zeer veel gedronken. Nou ja, het waren wel wat bohemiens. Die indruk krijg je zeker. En hier weer een foto van Breitner. Een foto van Israëls. Nog een keertje even een detail van Israëls. En dan komen we hier met een prachtig zelfportret van Isaac Israëls. Isaac Israëls. 1882, een zelfportret met een hoedje op. En kijk eens, 17 jaar. Precies, ik moet dat af en toe even zeggen. 17 jaar. Een geniaal wonderkind. Vanaf zijn 13e van school en geschilderd met zijn vader. Reizen gemaakt naar grote kunststeden, musea bezocht. Een beetje teruggetrokken, die sfeer voel je wel. 17 jaar en precies 1882 in hetzelfde jaar, daarom even terug en even vergelijken, in hetzelfde jaar een zelfportret van George Hendrik Breitner. 1882, het is een werk uit het bezit van het Kunstmuseum en Breitner lijkt hiermee te zeggen: ik ben er ook. Die zelfbewuste sfeer, die forse penseelstreken, dat is heel bijzonder. Hij heeft op dat moment een mecenas van Stolk. Een ondernemer die bereid is hem te steunen. En het lijkt alsof hij in een aantal zelfportretten, hier nog eentje, zelfde jaar 1882... Hij kijkt op ons neer, die spiegel staat daar. Kijk dus naar die forse penseelstreken. Hier ben ik, en het lijkt alsof hij ook tegen zijn mecenas wil zeggen in dat jaar: ik ben er en ik kan ook schilderen. Maar absoluut, als je het even ziet als rivalen, absoluut, zo voelt hij het. Isaac Israëls heeft absoluut een voorsprong. Hier allemaal zelfportretten. Van Breitner. Deze is wat later geschilderd in het jaar 1888.
En hier nog eentje, en natuurlijk wat later geschilderd. He, vele, vele zelfportretten. En hier ook weer even ter vergelijking. Isaac Israëls zelfportret in atelier, ook in forse penseelstreken. Ja, want dat is natuurlijk het bijzondere, dat op het moment Isaac Israëls weer leert van Breitner. He, dat is natuurlijk zeker een feit. En hier in 1905, ik ga even door de geschiedenis heen, nog steeds even kennis maken met die twee kunstenaars, die kunstenaars, vrienden en rivalen. In de geschiedenis komt het natuurlijk zeer veel voor. Ik denk bijvoorbeeld aan Turner en Constable, hè, bijvoorbeeld. Ik denk aan Matisse en Picasso. Ik denk aan Malevich en Tatlin. Het kan absoluut ook, ja, je kan het scherpen aan de anderen. Dat is misschien niet eens zo gek. He? En hier een Isaac Israëls, alweer een zelfportret met een prachtig portret op de achtergrond uit 1905. Isaac heeft het nog wel eens lastig met het feit dat zijn vader zo beroemd was. En dan zegt hij, hier even een mooi detail, en dan zegt hij op een moment, ach, was ik maar geboren als vondeling, dan had ik het makkelijker gehad. Dat is natuurlijk een flink flauwekul. He, want zo is dat, zeker in de 19e eeuw moet je niet geboren worden als vondeling. Maar het geeft even aan dat hij het lastig vindt dat zijn vader zo beroemd is. Nou, kijk eens even, ik ga even een flinke stap in die tijd maken. Want we zien hier Isaac Israëls aan de ene kant 1917 een zelfportret met op de achtergrond Rademas Yodhana, dat was een Indische danser, die woonde ook in Den Haag. Die heeft heel veel opgetreden, onder andere in de Haagse kunstkring. En daar een mooie foto van Henry Bersenbrugge. Ik liet niet net een foto zien van Maurits Verveer, maar ook Henry Bersenbrugge is natuurlijk een bekend fotograaf uit Den Haag. En hier nog een keertje Isaac Israëls, een zelfportret uit 1919. En hier wat ouder geworden in 1930. Isaac Israëls, die reis heeft veel in Parijs heeft gezeten, in Londen heeft gezeten, een reis naar Nederlands-Indië heeft gemaakt, uiteindelijk op de Koninginnengracht gaat wonen, het ouderlijk huis. En dit is een zelfportret 4 jaar voor zijn dood. Hij krijgt een auto-ongeluk als hij de Koninginnengracht oversteekt. Hij leeft dan nog wel een tijdje. In 34. Nou, om even ook in de sfeer te komen van de schrijvers, de dichters, de zogenaamde tachtigers. De schrijvers die een tijdschrift hadden opgericht natuurlijk, de Nieuwe Gids. De Nieuwe Gids. Mooie foto hier van het stelletje. Het is een foto gemaakt door Jozef Jesseroen de Mesquita. Kunstenaars, dichters Willem Witse, Willem Kloos zie je daar, Hein Boeke en Maurits van der Valk uit 1888. En hier Willem Kloos. Willem Kloos heeft ook nog een tijdje in Amsterdam gewoond, in het atelier van Breitner Israëls. Maar hij dronk ontzettend veel, heeft daar veel stampij gemaakt. Willem Kloos, maar natuurlijk wel de belangrijkste dichter, zou je kunnen wel zeggen. Van de meest individuele emotie, hè, Kloos, van de tachtigers. Leuk om even een foto te laten zien van die twee kunstenaars die dus allebei naar die academie gingen. Kijk eens eventjes, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, de oudste academie van Nederland, in 1682 namelijk opgericht. En hier in 1839, hè, aan de Prinsessengracht, jazeker, Prinsessengracht, 1839, gebouwd door stadsarchitect Zeger Reijers. Puur neoclassicisme, dat kan je natuurlijk wel zien. He, daar op de achtergrond zie je de Boskantkerk. Dat is de kerk die op 3 maart 1945 vernietigd wordt. Het bombardement toen ook op het bezuiden houdt. En hier een leuke foto van de binnenzijde van de academie. De binnenzijde waar dus die
beelden, hè, die gipsen beeld, klassieke beelden stonden. En dat vormde natuurlijk een belangrijk, belangrijk was dat voor het onderwijs. Het tekenen naar gipsen beelden. Nou, Breitner en Israëls vonden er weinig aan. Ik vertelde al, Breitner wordt van de academie geschopt, omdat hij het maar een saaie bedoeling vond. Hij heeft op een moment, kreeg hij ruzie, dat was in 1880, ruzie met de conciërge en ging hij het bord, zo'n ingelijst bord met reglementen, heeft hij toen aan gruzelementen gegooid. Nou ja, dat was het toppunt, werd er uitgegooid. Gelukkig dat Mesdag, Hendrik Mesdag, die neemt hem onder zijn hoede en geeft hem de opdracht om mee te schilderen aan het panorama, hè, 1881. Toen was hij natuurlijk heel jong en toen heeft hij die cavalerie geschilderd. Hè. Dus dat was een mooie opdracht, want het was natuurlijk wel een zeer opgewonden standje, die Breitner. Maar goed, hij vond het een suffe bedoeling, dat schilderen naar gipsen modellen. Daarnaast zie je dus zo'n mooie schets van, trouwens, van Isaac Israëls, een huzaar te paard. Maar dat is natuurlijk opvallend. Isaac Israëls, Breitner, allebei hebben ze heel veel paarden geschilderd in die begintijd. En de huzaren, de cavalerie. Waar hebben ze elkaar leren kennen? Nou ja, dat is niet helemaal precies zeker. Maar op de academie of gewoon al eerder. In die maneges bijvoorbeeld. In bijvoorbeeld de stadsmanege in Den Haag op de Kazernestraat. Goed, mooie foto van die gipsmodellen in de academie. Nou ja, je weet, die zijn toen in de 60er jaren allemaal vernietigd. Want dat was zo ontzettend ouderwets. Daar hebben ze later ook weer spijt van gehad. En die nieuwe academie is gebouwd in 1937. Plantinga was toen de directeur van de academie. Die heeft toen ontworpen een nieuw gebouw. En Jan Buys en Johan Luursen hebben het uitgevoerd. En dit is het soort werk, ja, dat leerde je. Je begon dus als student, een stilleventje, gipsen modellen. En als je dan wat later in je studie mocht je naar naaktmodel tekeningen maken. Nog eventjes, ik moet er opeens denken, aan de vrouwen. Vrouwen waren tot 1872 niet welkom op de academie. Na 1872 wel, maar aanvankelijk alleen de opleiding als tekenonderwijzer. He, dus dat vanaf 1872 mochten ook vrouwen naar de academie. Nou ja, dit is een typisch academisch werk natuurlijk. Dat is van Breitner. Dat is tussen 1877 en 1878 gemaakt. Laten we eens wat werken bekijken. Vroege werken hier bijvoorbeeld van Isaac Israëls. Hij is 16 jaar als hij dit bijzondere werk maakt. Een processie in de Oud-Katholieke Kerk te Den Haag. 1881 en die kerk is aan de Juffrouw Ida Straat. Hartje Den Haag, Juffrouw Ida Straat, Willem Maris heeft daar zijn atelier gehad. En ook Breitner heeft daar een tijdje een atelier gehad. De kerk heet ook wel de Jacobus- en Augustinuskerk. En kijk eens even naar die prachtige, dat prachtige werk dat Isaac Israëls maakte. Bijvoorbeeld ook hier van de voorzanger, pastoor Cornelis van Vloten. 16 jaar, Isaac Israëls. Fantastisch portret. En hier van Isaac Israëls de gele rijder met twee kinderen uit 1881. De gele rijder, de korps rijdende artillerie in Den Haag. Ja, was dat een gewoon straatbeeld? Soldaten, cavalerie, de maneges, de kazernes. Denk even aan de Kazernestraat. Maar ja, dat was geen oorlog, maar wel mooi, mooi gekleed en hier poserend met twee kindjes. Schattig portret van een hele jonge Isaac
Israëls. En wat doet tegelijkertijd George Hendrik Breitner? In 1880 maakt hij dit waterverfje op papier. Het is het jaar dat hij nog net op de academie zit. Even later wordt hij eruit gegooid. En wat wil hij schilderen? Het gewone volk. Het gewone volk. Rotterdam Steegje. Hij is geboren in Rotterdam. Het gewone volk. Hé, wie doet dat ook alweer nog meer? Nou, dat doet Vincent van Gogh. Breitner en van Gogh hebben ook in Den Haag gewone volk geschilderd. Waterverf, olieverf. Zag Breitner van Gogh ook als een concurrent? Nou, nee. Nee hoor, helemaal niet. Van Gogh, ja, die kan niet aan mij tippen en ook niet aan Isaac Israels. Ja, kan je nagaan, zo ging dat. Hè? Een wasvrouw aan de Vest in Rotterdam. Dit is uit 82. Dat is de sfeer van Breitner. Hè? Dat is de sfeer van Breitner. Of kijk eens even hier, 82. De soepuitdeling. Nou, dat is in diezelfde tijd, samen met Van Gogh, heeft hij in Den Haag dit soort thema's geschilderd. Op het moment dat Isaac Israëls mooie vrouwen schildert. He, dat is, maar ja, wie wil er nou voor mij poseren? Ik, Breitner, ik heb niemand. He. Maar, laat maar zitten, ik ben de schilder van het gewone volk. He, dus net als Van Gogh. Maar dat gaat veranderen, zo hier, 85, 86. Het is een bekend werk uit het Rijksmuseum in Amsterdam. De gele ruit, de gele rijders in het duin. En dat is bijzonder, 85, 86 hè, heeft hij met in een hele forse penseelstreek heeft hij dit geschilderd. De beweging van de paarden. De ruiters, de stofwolken, je ziet het. Dit is puur impressionisme. Hè? Dit is puur impressionisme. Hè? Hier nog een keertje. Even kijken, dit is een aquarel. Het vorige was een olieverf, een aquarel van de ruiters. Hier heb ik een werk van Breitner, komt uit een privébezit. Vorige trouwens ook. De hoefsmid, de thematiek van Breitner. Pauze. Je ziet twee werken van Isaac Israëls. Een tekening, een voorstudie, twee grafdelvers. Het is een werk uit 1882, hij is dus 17 jaar. En daarnaast een portret van een corveeër uit 84. Werk uit het Kunstmuseum in Den Haag. Kijk vooral eventjes naar die twee grafdelvers, want het is een voorstudie voor dit werk. De begrafenis van de jagers heet het. Je ziet daar aan de rechterkant de grafdelvers. Het is een werk dat hij maakte in 82 uit het bezit van het Kunstmuseum, nu dus ook te zien op de tentoonstelling. En daar had hij veel succes mee op de, jawel, op de Parijse Salon. Vader en zoon gaan naar Parijs. Hij exposeert zijn werk daar en de salon, dan moet je natuurlijk wel even bedenken, dat was dé expositiemogelijkheid voor kunstenaars. Het was natuurlijk een strenge ballotage, er was een jury, maar als je daar eenmaal hing met je werken, dan was je verzekerd van opdrachten. Je hebt er vast wel eens foto's van gezien. De werken hingen er op die muren van boven naar onder. En als je pech had, hing je met een klein stilleventje ergens helemaal in de nok. Hij was ontzettend blij dat zijn werk op een goede plek in de salon hing. Maar helaas, helaas, geen medaille. Maar ja, 17 jaar zeg. Alleen al het feit dat jouw werk daar hing. Gaat om 9 jagers, het is dus weer zo'n militair thema, 9 jagers die hun kameraad begraven en als eerbewijs om de beurt met losse vlodders in dat open graf schieten. Dus dat is een ritueel. Je ziet op de achtergrond, zo'n beetje in het midden op de achtergrond, zie je de vader. De vader van de jager en dus die grafdelvers. Een bijzonder werk. Hier even een mooi detail.
waarbij hij dus absoluut succes had. Geen medaille, maar toch. Bovendien had hij een prachtige recensie in de Figaro. 17 jaar, Isaac Israels. Maar hier, zoals ik al vertelde, Israels en Breitner, veel militaire thema's. Hier zie je een schetsblad van de cavalerie in actie. Het is niet gedateerd, maar dat is een werk van Breitner. Van Breitner en daaronder een foto van de cavalerie. He, zoals je misschien weet, Breitner heeft veel foto's gemaakt. Ik zal er dadelijk ook nog een paar mooie voorbeelden laten zien. Het is een wat donker werk, we moeten het er even mee doen. Het is uit 1881 en het heet De repetitie van het signaal of de trompetles in de kazerne. Dus alweer zo'n soldatenthema. En dit werk is uit het bezit van het Mestdagmuseum. 16 jaar is hij. Heel bijzonder natuurlijk dat hij daar ook veel succes mee had. Dit is een wat mooier plaatje, dus een detail van het werk. En hier een werk van Breitner. En dan zien we weer een thema van de cavalerie uit het Kunstmuseum in Den Haag. Breitner twijfelt erg aan zijn kunnen. Hij is dus weggestuurd van de academie in 80. In 81 krijgt hij de opdracht van Mestdag om de cavalerie te schilderen in het panorama Mestdag. Dat was ook nogal een toestand, want dat panorama Mestdag, wat gelukkig nog bestaat, maar dat was een Brusselse ondernemer die het initiatief had genomen. En dan moet je bedenken dat die panorama's in die tijd, elke grote stad had wel een panorama, dat een soort kermisattractie was. Hè? Dat is echt heel bijzonder hoe dat is in een korte tijd geschilderd is door Mestdag, door Sientje Mestdag van Houten. Breitner, dus Blommers, heeft de figuren geschilderd. Maar al heel spoedig was die Brusselse ondernemer failliet. En toen heeft Mestdag het zelf gekocht. En daarom, gelukkig, is het er nog. Mestdag, die zo belangrijk natuurlijk is geweest voor al deze kunstenaars. Want Mestdag kocht werk van collega's van de Haagse school. En kocht werk van de school, kunstenaars van de school van Barbizon. Dat is natuurlijk het bijzondere, hè? Die academietijd, toen deze Israëls en Breitner op de academie zaten, was het allemaal nog ouderwets Rome, Florence, de klassieke. Terwijl langzamerhand komt er natuurlijk een omwenteling. Toen was het niet meer Rome, maar was het Parijs, was het inderdaad Barbizon, de kunstenaars als Millet en Domingy, waar Mestdag werk van kocht. Allemaal te zien in het Mestdag Museum, hoop ik, als het dadelijk weer open is natuurlijk. Goed, de cavalerie, Breitner, ter vergelijking ook met het werk van Israël, zien we hier een mooi detail. Hij twijfelt absoluut aan zijn kunnen, maar kijk, hier nog een mooi detail. Je ziet dat hij absoluut een prachtig werk maakt, maar hij is onzeker. Ik liep eerder even die portretten zien, die zelfportretten, toch wel vanuit de hoogte, toch wel heel sterk die behoefte om te zeggen, hier ben ik en ik kan ook wel wat. En oh jee, waarom wil nou niemand poseren voor mij? Komt uiteraard goed dadelijk, en dan zal ik je natuurlijk vertellen. Ik kom hier weer bij Isaac Israels. Dit is een werk tussen 83 en 84 gemaakt. Het is uit het bezit van het Kruller-Müller Museum in Otterlo. En wat zien we hier? Een werk dat heet Het transport der kolonialen. Het gaat om een detachement van het koloniale leger vervoerd gaat worden naar Nederlands-Indië. Het speelt zich af in Harderwijk bij een treinstation, maar uiteindelijk schildert Israël deze groep
terwijl ze te voet naar Rotterdam vertrekken, omdat daar het schip vertrekt naar Nederlands-Indië. Het is een enorm groot gezelschap met allerlei wonderlijke types ook. Het is leuk om daar even wat details te bekijken. Hier deze oude dame bijvoorbeeld met dat kleine jongetje aan de hand. Hier nog een keertje deze kindertjes die het allemaal wel bijzonder vinden. Harderwijk. Het is een plek dat wordt wel genoemd het riool van Europa, waar vele soldaten drinken, meisjes, de meisjes van plezier, of de madeliefjes worden ze ook wel genoemd. Ja, het is een werkwoord, dat moet ik er natuurlijk wel weer eventjes bij vertellen, want ook dit werk van Israël, deze jonge Israël, 17 jaar, werd getoond op de Salon. En dit keer krijgt hij ook nog eens een eervolle vermelding. Dus dat is wel weer heel erg bijzonder. En dit werk dat Isaac Israëls maakt, 1881, daar heeft hij ook zeer mooie recensies over gekregen. Hij heeft hier een jonge dame geportretteerd. En deze jonge dame is Nanette Enthoven. Ze is 20 jaar, een prachtige witte jurk, een beetje gedwee, kijkt ze, de handen zo mooi gevouwen. Zij is dochter van de firma, je kent het natuurlijk wel, Enthoven, van de pletterij. De pletterij en ijzergieterij. Was natuurlijk een enorme fabriek waar al die hekwerken werden gemaakt, waar die bruggen, die ijzeren bruggen werden gemaakt. De pletterij en dat prachtige meisje en vooral die jurk. Daar werd eindeloos over geschreven. Maar zij breidt, niemand wil voor mij poseren. Dus hij was gewoon hartstikke jaloers. Nee, in diezelfde tijd schildert Breitner deze gemberpot. Ja, 1982. 1982, in de tijd dat Israëls in Parijs zit, zijn werk wordt getoond op de Salon. Ja, moet hij 4 maanden naar het ziekenhuis. Want Breitner heeft iets opgelopen. Een geslachtsziekte. Even later zal in datzelfde ziekenhuis ook voor een geslachtsziekte trouwens Vincent van Gogh worden opgenomen. Nee, hij is boos, hij is ziek en hij schildert een gemberpot. Neem die weg, prachtig mooi natuurlijk. En hier heb ik een werk tussen 84 en 86 ergens geschilderd. Ook een bijzonder werk. Dat wordt al puur impressionistisch, zeg. Ongelooflijk. Kinderen in het duin uit het Teylersmuseum in Haarlem. Hij gaat met hele grove penseelstreken te werk. En dat is natuurlijk het bijzondere, want later zal Isaac Israëls daarnaar kijken en denken, niet zo gek, niet zo gek. Breitner is de brutale durf al. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Interessant, Isaac Israëls, een Afrikaanse soldaat, een knilmilitair. Waarschijnlijk is het Jan Kooi, het is niet gedateerd. Maar zowel Israëls als Breitner schilderen zwarte mensen, want dat vinden ze lekker exotisch. Boven in Pulgri Studio op de tekenzolder hebben ze ook eindeloos die zwarte modellen getekend en geschilderd. Hier zie je nog een werk van Isaac Israëls. Het is een kneelmilitair Kees Pop. En het is een werk uit het Rijksmuseum Amsterdam. Kees Pop. 1882, maar bij het schilderen van de kop heeft hij gebruik gemaakt van een geliefd model en dat is Adolphe Boutard. Adolphe Boutard die ook weer geposeerd heeft en dan zijn we hier bij Breitner, 83, dit is Breitner, de deurwachter of de uineug, waarbij hij ook weer gebruik heeft gemaakt van model Adolphe Boutard op de tekenzolder van Pulgri Studio. Nogmaals, Breitner was een durfval. Hij gaat hem heel langzamerhand een beetje inhalen. Dat is natuurlijk wel weer bijzonder. Dit zijn een paar mooie foto's. Want vanaf 1886, zullen beide kunstenaars, Breitner en Israëls, naar Amsterdam gaan.
Ze hebben het een beetje gezien in Den Haag en Amsterdam, dat is toch de stad van het uitgaansleven. Hè, het uitgaansleven, wat moderner, dus boeiend, want ook Breitner heeft dus gebruik gemaakt van de fotografie. Dat werd toen in die tijd nog niet echt gezien als een belangrijke kunstvorm. Kijk even naar die cameraopstelling, dat kleine meisje daar, portret van een meisje. Het is niet gedateerd, aan de andere kant de Lauriersgracht, 1893, 1899, talloze foto's heeft Breitner gemaakt als een soort van geheugensteuntje voor zijn schilderijen. Dat zie je vaak ook wel aan de schilderijen, door die uitsnijdingen en die wonderlijke standpunten. En hier heb ik bijvoorbeeld een mooi werk van Breitner weer, Jongetje met Vogel. Jongetje met vogel. Ik ga af en toe een klein beetje heen en weer in de tijd. Gewoon zo'n jongetje, 83. Hij schildert zo'n arm jongetje, vogeltje. Speelgoed, diertjes waren vaak speelgoed voor de kindertjes. Je ziet even dat die forse penseelstreken, dat rood met blauw. Ik heb hier even een mooie detail. En hij baalt ervan nogmaals dat hij geen rijke dames mag schilderen. Maar dat gaat langzamerhand absoluut, dat gaat veranderen. Dat gaat zeker van veranderen. Ik heb hier nog een werk van Breitner. Een vrouw heeft hij hier geschilderd in het atelier, 81, even een detail van die vloer. Kijk eens even die forse penseelstreken. Ik wil de naam van Stolk nog even noemen, de zakenman, de mecenas die hem 10 jaar lang zal ondersteunen. 10 jaar lang. Toen had hij er een beetje genoeg van, want hij schonk hem geld. Hij gaf hem opdrachten, maar die werken kwamen niet of de werken waren niet af. En in ieder geval, Breitner had altijd geldgebrek. Het was in het jaar, dus 1886, naar Amsterdam. Samen ook in het Oosterpark een atelier huurden ze. En op een moment dacht Breitner, het is goed, ik schrijf gewoon een briefje naar toen ter tijd een van de meest beroemde actrices van Nederland. En dat was Theo Man Bouwmeester. Nou ja, toen heette ze Theodora Frenkel Bouwmeester. Ze was toen nog met Frenkel getrouwd. Wilt u voor mij poseren? En ze zei ja, dat is natuurlijk wel, dat moet bijzonder zijn geweest, want het was een koud atelier. Het was daar in het Oosterpark, eindeloos heeft ze geposeerd. Dit is een mooie voorstudie en dit is dan uiteindelijk het exemplaar dat hij zal gaan exposeren in Arti. Maar o hemel, wat kwam er veel kritiek op dat werk. Nog eventjes over Theo Frenkel Bouwmeester, Theodora Bouwmeester, bekende actrice, geboren in 1850, gestorven in 1939. Jarenlang was ze verbonden aan de Koninklijke Vereniging, het Nederlandse toneel. Zij was echt een ster in die tijd en haar grote voorbeeld was Sarah Bernhardt. En hier poseert ze in haar rol in het toneelstuk Francignon van Alexander Dumas, dat net een jaar daarvoor geschreven werd. Maar in ieder geval, er kwam ontstellend veel kritiek toen hij het exposeerde in Arti. Albertink Tijm, hoogleraar aan de Academie in Amsterdam en criticus, die vond het een belachelijk portret. Vervolgens heeft hij geprobeerd met puimsteen en met groene zeep het weg te halen. Uiteindelijk heeft hij het in een hoek van het atelier altijd tot zijn dood laten staan. Uiteindelijk is het terechtgekomen in het Stedelijk Museum. Maar het is dus gewoon, hij zelf heeft met een paletmes en puimsteen het, zo bozig was hij om de kritiek. Theo Man Bouwmeester, maar is dus te zien op de expositie. Bijzonder is wel, nou ja, ik zei het al een beetje, Breitner gaat hem inhalen, wat bekendheid ook betreft. Breitner voelt zich helemaal thuis in Amsterdam.
Het is een leven van koffiehuizen, met ontmoetingen met schrijvers en andere kunstenaars. Het eindeloos praten, discussiëren en wijn drinken, absoluut. Het koffiehuisleven, het doet hem goed. Hij schildert de stad. Hij schildert hier bijvoorbeeld Plein bij Avond. Het is 1890. Breitner, hè? Nog even voor de zekerheid, Breitner. Hè? Het kunstlicht, het is puur impressionistisch. Hè? 1890, de mist zie je hier prachtig. 1890, een werk uit het Dordrechts Museum van Breitner. En hier even een detail, ook van die gasverlichting. Hij schildert naakten, dit is ook in 1890 van Breitner, een zittend half naakt. Vele naakten heeft hij geschilderd in die periode, 1890, 1892. Hier zien we even een mooi detail. Hij heeft zeer veel succes. Hij exposeert in Peulge, hij exposeert in Amsterdam natuurlijk in Arti met zijn impressionistische werken. Hier in zo'n detail zie je hoe hij dus niet allemaal kleine details geschilderd. Even zo'n rood vlekje, prachtig, die houding ook. En Isaac Israëls, die baalt. Isaac Israëls kan een periode lang in Amsterdam niet werken. Er is een flinke concurrentiestrijd. In 1891 is het uit. Breitner vertrekt uit het atelier. Breitner heeft beweerd dat Israëls zijn werken stiekem bekijkt. He, om te pikken. Maar het wordt ook wel gezegd dat Israël zijn modellen pikte. Nou ja, in ieder geval, het komt tot een grote ruzie en Breitner vertrekt. Willem Witsen neemt het atelier over. Maar ja, toen werd het eigenlijk ook weer te gezellig, zo bleek. Nog een vrouwelijk naakt van Breitner. Ook hier heel mooi die forse penseelstreken. Begin 90er jaren. Zeer succesvol, Breitner. Aan boord, werk uit 1897, uit het Stedelijk Museum in Amsterdam. De penseelstreken worden steeds grover, hij durft en het is pas eigenlijk later dat Isaac Israëls denkt, ja, dat wil ik ook, dat kan ik ook. En dat is wel boeiend, want zo in die 90er jaren, dan is het soms bijna niet te zien. Wie heeft het gemaakt? Breitner of Isaac Israëls? Ja. Er zijn brieven bekend van de moeder, weet je nog wel? Aleida Israëls. Brieven bekend waarin ze zich duidelijk heel erg zorgen maakt over haar zoon. Haar zoon die succes had op de salon. En nu een beetje de bohemien zit uit te hangen. En er komt eigenlijk niks meer uit zijn vingers. Wat is dat? Er moet ook bohemien uithangen, allemaal leuk en aardig, maar er moet toch ook brood op de plank. He, dus is het er niet mee eens. Nee, dat wonder, die wonderboy, dat verandert. Ja. Kijk eens even, hier kan, die hoedjes vind je niet prachtig mooi van Breitner. Ik heb hier een werk, het is een, moet ik er even bij zeggen, het is een detail uit 1893, die twee jongens, nou ondertussen geen jongens meer, zijn uit elkaar, Breitner en Israëls, een conflict dat zal 10 jaar lang duren. Dat zal 10 jaar lang duren bij een begrafenis van een collega. In 1903 wordt het weer goed gemaakt. Maar ondertussen ziet hij onder andere ook bij Kunsthandel Wisseling, Kunsthandel Wisseling in Amsterdam, bekende kunsthandel, exposities van Breitner. En dan ziet Israëls en hij denkt, oh, dat wil ik ook. Grove penseelstreken, dat wil ik ook. Puur impressionisme. Hij schildert hier in 1893 de koffiepiksters. Wat zijn dat koffiepiksters? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het laagste van het laagste. He, vooral in de Jordaan, de meisjes uit de Jordaan, die dan bij de koffiebranderijen de koffiebonen moeten sorteren. Dat is een priegelwerk. Oh, dat kunnen vrouwen beter met die fijne handjes. He, dat, ja, dus de,
het sorteren van de koffie. En dat waren vooral de meisjes uit de Jordaan. En dat waren echte volksvrouwen. En dat vonden ze wel interessant. Allebei trouwens, om dat te schilderen. Nou, het is ook een bekend werk uit het Kunstmuseum Den Haag. Nu weer van Breitner. De waspit. De waspit. De waspitten, nou ja, dat was ook het laagste van het laagste. Dat waren de vrouwen die het eenvoudige fabriekswerk deden. Bijvoorbeeld werkten in de fabriek voor de waskaarsen. Ik denk ook eventjes, terzij Jan Toorop heeft dat ook geschilderd. De waskaarsenfabriek. Want de dames uit de rijkere klasse was natuurlijk nog een enorme standenmaatschappij. Die werkte niet. Maar deze vrouwen wel. Dat vonden ze wel interessant, die kunstenaars, om dat te schilderen. Hier hebben we een ongedateerd werk van Isaac Israels. Je ziet de verandering in zijn stijl. Die penseelstreken worden grof. Kijk even naar dat rood, die omlijningen van zo'n oor. Even het aanzetten met rood van de lijnen van de neus. Hier heeft hij gewoon ontzettend goed gekeken. Jawel, naar concurrent, rivaal, Breitner. Dat is dus het interessante van deze tentoonstelling. Hoe Breitner eerst jaloers is op Israëls. Maar in de 90er jaren is het omgekeerd. Maar ook prachtig werk, kijk eens even hier. Puur impressionisme. Isaac Israels. Hier weer van Isaac Israels, twee waspitten, ja het is een wonderlijke naam, twee waspitten op de brug van de Herengracht ter hoogte van de Leidse Gracht. Rood, blauw, fellere kleuren, denk maar even na, Jozef Israels, de thematiek van zijn vader, wenende weduwe bijvoorbeeld, in grijzige donkere tinten. Daar is Jozef Israël beroemd mee geworden. En zijn zoon gaat waspitten schilderen bij een gracht met felle, voor die tijd zeker, felle kleuren. Het is ongedateerd, maar het zal zo rond in de 90er jaren zijn geweest. Je ziet ook hier even die handtekening, zonder trema Israël. Hij neemt dus afstand van zijn vader, maar niet, ik vind het niet heel overtuigd, dat afstand nemen. Heeft er natuurlijk ook veel profijt van gehad, laten we wel wezen. Hier zie je bij zo'n detail ook even mooi die forse penseelstreken. Hij durft te schilderen met die forse strepen. Nou ja, en daar, kijk eens even aan, 1893, Isaac Israels. Hij durft, hij heeft gekeken naar Breitner. Toch dat opgewonden standje, die altijd de ruziezoeker Breitner. 1893, hij is weg uit het atelier daar in het Oosterpark. Flinke ruzie, wordt pas 10 jaar later bijgelegd. Maar hij gaat ook het uitgaansleven schilderen. En hier zie je bijvoorbeeld van Isaac Israels het werk Café Chantin in de Nes in Amsterdam. Café Chantin in de Nes. Nou, dat was een bekend café waar gedanst werd, waar optredens waren. Bijvoorbeeld van Madame Mademoiselle Froufrou. Acrobaten, gymnasten. Het werd steeds uitgebreid, dat café. Op een moment konden er wel 500 mensen op bezoek zijn. Mooi, dat licht natuurlijk. Uiteraard doet het je ook denken aan de Franse impressionisten, ja natuurlijk. De kunstenaars waren natuurlijk prima op de hoogte van wat er in Parijs gebeurde. De Franse impressionisten, een Degas bijvoorbeeld, een Toulouse-Lautrec bijvoorbeeld. Het licht, de kunstenaars van het licht, van de kleur, van de forse penseelstreken. Portretten, de banden met de schrijvers, de beroemde tachtigers, de schrijvers rond het blad De Nieuwe Gids. Daar hoort bijvoorbeeld bij Frans Erens. Dit is een portret van Frans Erens en het is gemaakt door Breitner. Ik zal zo dadelijk dezelfde Frans Erens laten zien, maar dan van Israëls.
Israëls was ook, ze waren beide bevriend met Frans Erens, die geboren werd in 1857, hij stierf in 1935, had rechten gestudeerd, is gepromoveerd. Isaac Israëls was nog paranimf, maar vanaf het jaar 1901 ging hij alleen nog maar schrijven. Schrijver, criticus, een goede vriend. Prachtig portret hier van Breitner uit 1887 met hier een detail. Schitterend impressionistisch werk. En hier dezelfde Erens, hè, dezelfde Erens, de tachtiger, maar nu geschilderd door Isaac Israëls in 1900 uit een privécollectie. Dansende vrouwen van Isaac Israëls. Dansende vrouwen, het uitgaansleven, de combinatie van rood, wit, stippen, strepen, prachtig impressionistisch, het uitgaansleven. Jozef Israëls, ja, nou ja, was er, hij zal soms zijn bedenkingen hebben gehad, want hij zette absoluut de bloemetjes buiten, zijn zoon Isaac. En Breitner ook. Breitner heeft hier in 1997... bijvoorbeeld geschilderd Hartjesdag. Hartjesdag, een feest dat werd gevierd in Amsterdam, in Haarlem, in Bloemendaal, maar vooral ook in de wijk, de Zeedijk in Amsterdam, de Jordaan in Amsterdam. Verkleedpartijen, vuurwerk. Het is niet helemaal bekend waar dat feest nou vandaan komt, Hartjesdag. Maar hier zien we een prachtig werk van Breitner, nou, dat is duidelijk met rood, die mooie aanzet van rood tegen het wit, het zwart. Hè? En hier een foto, ik zei al, ik laat ook nog wat foto's zien, want Breitner heeft er veel gebruik van gemaakt. Die foto's van Breitner, die allemaal in het, voor een groot deel in het bezit zijn gekomen van het RKD, ook in Leiden uiteraard zijn veel foto's terechtgekomen. Het waren geheugensteuntjes, want je moet bedenken dat kunstenaars niet zomaar altijd op straat mochten schilderen. Daar moesten ze toestemming voor vragen. Jazeker, daar moesten ze toestemming voor vragen. Dus dat waren mooie geheugensteuntjes en dan ging hij in het atelier aan het werk. Een foto van Breitner, het Damrak gezien richting Centraal Station. Drie van die schattige meisjes en die hij natuurlijk ook veel geschilderd heeft. Kijk eens even hier, drie schoolmeisjes op een brug uit 1995. Even mooi vergelijken hier met die foto. Rood, wit, hè, daar op de achtergrond, de echte, nou ja, waar Amsterdam zo beroemd om is, die mooie huizen. De theater, Isaac Israël, dus hier zijn we weer bij Isaac Israëls. Je zag net die werk uit 1995, dit is een werk uit 1994 van Isaac Israëls. Hij heeft het echt lastig gehad, even kwam daar niks uit zijn handen, maar heeft het weer opgepikt. En hier zien we een scène, even zo'n schets van pastel en krijt op papier uit het kunstmuseum van het theater. He, natuurlijk heeft hij ook gekeken naar werken van bijvoorbeeld een Degas of een Toulouse-Lautrec. Hij gaat naar het danshuis op de Zeedijk. Het danshuis was een beroemd danshuis op de Zeedijk. Isaac Israëls, een werk uit het Kruller-Müller Museum in Otterlo, 1993. Waar hij deze ja, een beetje broeierige sfeer prachtig heeft geschilderd. Als een deftige heer hoorde je daar eigenlijk niet te komen overigens. Maar Isaac Israëls deed het wel. En hier even een detail. Nou, dit is natuurlijk ontzettend leuk. Waar is Breitner toch vooral bekend om geworden? Om zijn schilderijen van Geesje Kwak. Beetje gekke naam, maar zo heette ze nou eenmaal. Geesje Kwak. Hier zie je daar op de foto de foto's van Breitner. 1893 en 1890, 1893. Geesje Kwak werd geboren in Zaandam in het jaar 1877. Ze sterft al op 22-jarige leeftijd in Zuid-Afrika, waar ze naartoe verhuisd was met haar zus. Ze was naaister, ze was hoedemaakster en geliefd model van Breitner.
Kijk eens, hier nog een paar mooie foto's die Breitner heeft gemaakt van haar. Je ziet haar hier in kimono. Foto's uit 1993 uit het bezit van het RKD. Breitner had een aantal kimono's en zo'n Japans lakscherm gekocht. Dat was natuurlijk in die tijd, jaren 90, heel populair. Het Japonisme. Alles wat uit Japan kwam, was geliefd bij kunstenaars. En nou ja, dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld als je naar het Mesdagmuseum gaat. Hè. Dus hij vroeg aan Geesje Kwak om die rode kimono aan te doen. En zo heeft hij iets van 6 schilderijen gemaakt. En hier zie je daar een mooi voorbeeld van. Geesje Kwak, meisje in kimono, 1893 uit het bezit van het Kunstmuseum in Den Haag. Hier nog een keertje, een detail. Eindeloos heeft ze geposeerd. Prachtige werken. En hier 1895 in een witte kimono. Mooi. Hier is Breitner natuurlijk heel erg bekend mee geworden. Veel geëxposeerd in Arti, in Pulgi uiteraard. In de kunsthandelwisseling in beroemde kunsthandelaar in Amsterdam. Maar goed, het is nog lang niet goed tussen Breitner en Israëls. Ik heb hier nu, ook weer eventjes ter vergelijking, komen we weer terug bij Isaac Israëls. In 1893 heeft hij een etage gehuurd, een kamer op de Nieuwendijk in Amsterdam. Hij keek daar zo uit op een bekende hoedenwinkel, de hoedenwinkel van Mars op de Nieuwendijk. Nogmaals, je moest toestemming vragen om buiten te schilderen. Hij huurt gewoon een kamer en kan daar s'avonds, bijvoorbeeld s'avonds, heeft hij een mooi uitzicht op die winkel als daar de gasverlichting aanstaat. Zo, impressionisten vonden dat natuurlijk prachtig. Snapshot, een fotootje. De mensen, de vrouwen die kijken, die bewonderen, de hoeden. Mars op de Nieuwendijk. Hier even een detail van die forse penseelstreken. Hij hield van mode, Isaac Israëls, zeker. Hier nog een keertje een etalage, ook van Israëls. En de etalage, lichtdonker effecten. Een werk uit 1994 in het bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hier heb ik, en dit is dus zo'n soort werk. Het is van Isaac Israëls. Het is uit 1994, maar heel veel mensen denken dat het van Breitner is. Dat is ook bijna niet uit elkaar te halen. Isaac Israëls heeft Breitner als voorbeeld genomen. Hij heeft hem ingehaald. 2 weiden op de Lijnbaansgracht, 1894 uit bezit van het Groninger Museum. Even die rode accenten, 2 meiden, 2 meiden. Deftige dames, die zie je niet met een heer samen, maar niet zomaar los, dat kon niet. Ja, andere tijden. En hier een mooi detail van een meid, zoals dat dan heette, een meid op de Lijnbaansgracht. Breitner, dit is weer Breitner, even ter vergelijking. 2 Amsterdamse dienstbodes. Het is ongedateerd, maar het zal ook zo in de jaren 90 zijn geschilderd. En hier een mooi detail. Of hier van Breitner de Singelbrug bij de Paleisstraat. Even kijken, dit komt uit het Rijksmuseum in Amsterdam. De Singelbrug, 1896-1898. Het schijnt dat hij heeft dus goede banden met de kunsthandelwisseling en aanvankelijk had hij hier een straatmeid, zo hier voorop geschilderd. Wisseling zei, doe dat nou niet, want dat verkoopt niet. De invloed ook van een kunsthandel, dat verkoopt niet. Uiteindelijk heeft zijn schoonzus geposeerd voor hier de dame voorop met zo'n bondje. Nou, toen verkocht het dus blijkbaar wel.
Het is sneeuw, je ziet dat hondje zo naar ons toe lopen. Die afsnijding, dat zou je bij oudere schilderijen nooit zien. Dat is natuurlijk de invloed van de fotografie. En hier een mooi detail van een deftige dame. Ik heb hier een groepsportret van Isaac Israëls, 1894, van, misschien wel leuk om even te laten zien, hangt ook op de expositie, Lyon Cachet, Dijsselhof en Nieuwenhuis, 1894. Bijna symbolisch, want er is een nieuwe tijd aangebroken. De jaren 90 van de 19e eeuw. Breitner, Israëls, impressionist, Amsterdamse impressionisme. Maar dit zijn de kunstenaars van de Art Nouveau, ofwel Jongensstil. In Nederland, ja, de nieuwe kunst. Op het moment zijn zij eigenlijk alweer ouderwets. Jan Toorop is natuurlijk ook een belangrijke kunstenaar van de nieuwe stijl of Art Nouveau. Dit is puur impressionisme. Hier heb ik een portret, geschilderd door Breitner, van de kunstenares Sarah de Zwart uit 1900. Sarah de Zwart, kunstenares, beeldhouwster, geboren in 1861, gestorven in 1951. Schitterend portret die ook nog een tijdje in dat atelier gewerkt heeft, waar eerder Breitner zat. In het Oosterpark, in het atelier van Israëls, Breitner, Willem Witsen heeft daar gezeten. Prachtig portret, een beetje. Die mannen hebben soms wat nare dingen over haar gezegd. Man-wijf, ja, ze leefde samen met Annie Vis, met een vrouw. Dat was in die tijd natuurlijk toch een beetje bijzonder dat openlijk was. Ze was een dochter ook weer van een kunstenaar. Ik heb hier werken van Isaac Israëls, een verpleegster. Telefonist is in de centrale, bijzonder, die impressionistische stijl. En inderdaad, Israëls gaat op een moment heel veel in Scheveningen werken. Ik begon met mijn verhaal over Jozef Israëls, Scheveningen, breiende meisjes. Ik vertelde over hun woning aan de Koninginnengracht. Ik vertelde over Jozef Israëls die overleden was in de villa van het Oranje Hotel in Scheveningen. Waar Isaac liet een foto zien van Isaac Israëls die daar aan de boulevard aan het schilderen was. De ezeltjes heeft hij heel veel geschilderd. Dit is ergens in de eind 90er jaren geschilderd bijvoorbeeld. Hier nog een keer Isaac Israëls, typisch impressionistisch met die forse penseelstreken, die heldere kleuren, rijden op het strand, 1900. Hier nog een keertje, eindeloos veel geschilderd. Isaac Israëls, die bijvoorbeeld hier, nu zitten we ondertussen alweer in... De twintiger jaren in de golven van Isaac Israëls. Eindeloos veel heeft hij geschilderd in Scheveningen. Hij gaat na de dood van zijn vader Jozef Israëls, die sterft in 1911. Hij is begraven op de Joodse begraafplaats op de Kerkhoflaan. Isaac Israëls gaat een periode naar Parijs. Nou, ik vertelde al dat hij naar Nederlands-Indië was geweest. Maar op een moment zal hij dan terug naar het ouderlijk huis gaan aan de Koninginnengracht. Breitner sterft in het jaar 1923. Berooid, had altijd geldzorgen. Hij was een aantal jaren daarvoor voor de tweede keer opgenomen vanwege een geslachtsziekte. Moest ook opgenomen worden in een oogleiderskliniek. Zijn ogen, daar ging het helemaal fout mee. Dus dat waren angstige periodes voor Breitner. Hij werd 65 jaar. Maar in de jaren 20 was het Isaac Israëls die nog talloze prachtige schilderijen heeft gemaakt. Vooral van het uitgaansleven in Den Haag. Hij woont dus weer op de Koninginnengracht en hij gaat regelmatig naar het Scala Theater. Het Scala Theater waar naast de Bijenkorf, dat in 1961 werd afgebroken, tot groot verdriet van vele Hagenaars,
Want het was een begrip, Snip en Snap hebben daar, Lou Bendy hebben daar opgetreden, Josephine Baker en Isaac Israels heeft er talloze momenten, prachtige portretten gemaakt van de dansers, de acrobaten in het Scala Theater in de 30er jaren. En in 34 komt hij uit het Scala Theater, krijgt een ongeluk op de Koninginnegracht en 4 dagen later sterft hij. Ja, dit was mijn verhaal. Hier nog een mooi tafereel van het Scala Theater van Isaac Israels. Natuurlijk de beroemde zoon van zijn vader, maar zijn vader zal dit soort thema's never nooit geschilderd hebben. Ik hoop dat we vanaf 1 juni kunnen kijken in het museum naar deze 2 bijzondere kunstenaars. Dank je voor je aandacht.